Welkom allemaal bij aflevering 89 LSPD of Arbeid, Prio Game. Vandaag gaan we weer lekker een dienstje mee met Brian. Brian gaat vandaag als verkeerseenheid van het bureau hier gaat hij rondrijden. We gaan voornamelijk ons bezighouden met verkeersdingen. We zullen mensen controleren, we zullen ons aansluiten bij achtervolgingen en andere dingen in het verkeer. Attention all units, we've got a carjacking in... Carjacking, nou, kunnen we ons aan koppelen? Helaas, dat gaat dus niet. Attention all units, we've got a civilian in need of assistance. Dat is die auto hier om de hoek, dus daar gaan we gewoon even naar kijken. Aan de kant mensen, wij hebben haast. Zou die auto die daar naar links rijdt, die zou dus afkomstig zijn van diefstal. Of tenminste net gecarjacked zijn. Dus nou, dan hebben we gelijk onze eerste achtervolging denk ik. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18, citizens report, nou, a driver under the influence, and Davis. Oké, nou, we gaan even kijken of we nog een andere plek langs de kant kunnen krijgen, want dit is natuurlijk een waardeloze plek. Volg maar. Even kijken of hij hier wel komen te staan. Nou, dat is echt een kalote plek, nou dan rijden we even door. Oh, hier staan. Ah ja, nou ja. Oh mijn god. Nou ja, daar gaan we. Het is niet anders. Help, we gaan ook nog help schreeuwen. Zo van deze kant staan, je weet nooit wat hij doet. Meneer, goeiedag, geeft u voor mij het rij- en kentekenwet alsjeblieft. Nou, dan gaan we uiteraard weer even op het dak klimmen. Ja, daar kunnen we helemaal niks mee. Derek Holt, oké, nou. Uiteraard ook een playcheck. Zo, zijn rijbewijs is verlopen. Nou, daar heeft hij in ieder geval een probleem mee. Suspect's license plate 4-0 Mary Robert X-ray. Stolen felony warrant for registered owner. A possible stolen vehicle. A warrant issued. Proceed with caution. Meneer, ik wil u even uit de auto komen. Ik moet even wat met u bespreken. Geen wapens in zo. Jawel, meneer, is van de politie staan blijven ontschiet. Wapen. Wapen. Oh shit. Heeft hij mij geraakt of niet? Hij is neer. Ja, dan kan ik geen backup roepen. Het heeft totaal geen zin. Ik wil het wapen hebben. We gaan er naar. Nou, het wapen kan ik niet pakken. Nou, mijn wapen ga ik bergen. Het gevaar is voorbij. We gaan even een. Even niet zo tof doen met je telefoon. Attention all units, medical aid requested in Rancho. Officers report a civilian shot. In ieder geval, er zijn eenheden onderweg. Hey, wat gebeurt er nou weer? Oh. Meneer. Achteruit en liggen blijven. Dit is blijven. Ambulance. Wat een gek zeg. Nou, er komt in ieder geval de TS aan. Dat is gunstig. De ambulance komt ook van de vette. De TS die maait iedereen aan de kant. Die opzij willen erdoor. Nou, die gaan hier mensen helpen. Gewoon eens even die gestolen auto laten afslepen. Rennen maar. Wat een dikke TS, hè? Ik vind het wel. Anyhow, dit wordt kijk, er worden twee man gereanimeerd hier. Ik vind het helemaal mooi. De auto is opgehaald, die wordt weggesleept. Buccaneers been impounded, dus dat is gunstig. Nou, de brandweer die heeft deze man die op mij wou schieten niet het gewenste resultaat kunnen boeken. Twee stuks, dus nou, dan gaan we de coroner verhalen. Nou, dan vrij van de carjacking naar schietpartij naar dubbele reanimatie omdat iemand zomaar mij aanvalt. Nou, dan gaan de TS weer. Het is echt weer een orgie van sirenes hier zo. Het is echt feestelijk. Ik geniet ervan. Die mensen gaan ook allemaal gewoon niet aan de kant, hè? Allemaal ook gewoon niet. Kijk, hier staan er een paar te kloten, een houloberging. De Forensisch Instituut kan er niet door. En
Dat heeft volgens mij deze kerel hier niet wil doorrijden. Dat is nou even mijn dienstauto. Wat even op de stoep zetten. Dan kan iedereen gaan rijden en dan hoeven wij niet meer in deze herrie. Oh, dat gaat fout hier. Ik wou zeggen in herrie zitten, maar dat gaat dus niet. Ja, ik moet hier blijven voor die foto's. Nou. Oh. Wat een herrie. Nou, de laatste nog. Ik ga hier vandoor, jongens. Sorry, maar die herrie, anders horen jullie echt alleen maar tijdens het filmpje. Daar word je denk ik helemaal tureluurs van. Nu rijd ik achter zo'n pretletter aan. Nou, we gaan weer verder. Nou, welkom terug. We zijn nu ingeschakeld bij een achtervolging van een vuilniswagen. Ik weet niet wat hier allemaal gebeurt. Oh shit, die gaat ons aanrijden, denk ik. Gaat hij nog rijden of niet? Wat doet hij nou? Oh shit. Hij gaat er vandoor. Nee, rijd niet op mij in. Nou, dan gaan we in de achtervolging. Hij gaat er met een vuilniswagen vandoor. Dat meen je niet. Nou, dan gaan we daar achteraan. Mensen, ze snijden hem ook gewoon af. Mensen zijn helemaal gek. Ze zijn helemaal knetter. Zo'n vuilniswagen weegt ik weet niet hoeveel kilo. Wat zijn ze nou aan het doen? Ik kan hem wel proberen klem te zetten. Maar ja, kijk, hij duwt me zo aan de kant alsof ik niks ben. Hij gaat er te voet vandoor. Oh, ik rij een collega. Dit gaat helemaal fout. Helemaal fout. Hij is aangehouden. Hij is aangehouden. Dat is wel even cool. Nou ja, stay there. Dat was dus een kortstondige achtervolging. Dan gaan we even de aftermath oplossen. Attention, this is dispatch. No further units required. Nou, dat is jammer. Ik hoopte op een lange achtervolging, maar het zat er niet in. Ik heb hem af kunnen laten slepen. Daar zijn ze wel voor gemaakt natuurlijk. Nou, hij wordt meegenomen. Nou, fantastisch. Dan kunnen wij hier weer weg. De situatie is oké. Nou, welkom terug. Er is zojuist ook een brandweerauto gestolen. Daar gaan we nu naartoe. Dat zou die verderop rijden. We zijn met de GPS aangemerkt. Ik zie daar ook een collega rijden. We moeten even uitkijken dat we niet iedereen plat rijden. Dat is wel heel belangrijk. Ik zie ze in de verte. Oh, het is hier één ravage van aangereden auto's. Oh mijn god. Required. In ieder geval wat backup erbij. Kijk wat er gebeurt. Nou, die brandwagen die gaat er gewoon vol gas vandoor. Het enige wat wij kunnen doen is er achteraan blijven rijden. What the fuck doet hij? Oh, kijk uit mensen. Kijk alsjeblieft uit. De mensen verwachten ook niet als er een brandweerwagen aankomt dat er boeven in zitten. Dat verwacht niemand, weet je. Dus... Nou, het voertuig heeft mij geramd. Heeft OC misschien nog een Zulu op luisteren? We kunnen de brandwagen laten rijden en hem volgen uit de lucht. Oh, dit gaat helemaal fout hier. Ze maaien echt over de kruising heen. Dit gaat helemaal fout. Nou, het enige wat we kunnen doen is achteraan rijden en een beetje backup erbij vragen. Oh, die gaat zo iemand rammen weer, jongen. Boom! Oh, shit. Nee, oh! Voertuig ramt mij. Gas geven, hij gaat op de voet vandoor rennen. Hier blijf jij. Je wordt getezen. En vuurlijn, collega's. Op de grond lig jij. Ga nou eens op getezen. Op taser, liggen op de grond nu. Wat is hij nou aan het doen dan? Spastisch is fantastisch. Ga nou eens liggen, man. Wie houdt hem aan dan? Taser. Hij luistert gewoon niet. Misschien is het gebeurd met mijn minuutje van die thee. Dat zou ook kunnen, ja. Of niet? Daar gaat hij. Daar gaat liggen. Kunnen we hem eindelijk aanhouden?
gaat hij liggen of niet? Want hij blijft maar het dansje doen. Nou, wat is dit? Ga nou liggen, meneer. Het hele korps staat hier ondertussen. Gaan ze nou weer op burgers schieten? Dan, oh. Wat gebeurt er nou allemaal? Zijn die gangsters aan het schieten? Ik word... Meneer, achteruit. Waarschuwingsschot. Meneer... Hey, meneer, afstand houden. Afstand houden. Oh, shit. Ik word helemaal in elkaar gemapt hier. Meneer... OC, spoed. Assistentiecollega. Wordt hier met scherp weer geschoten. Rennen. Hebbes. Ik weet niet waarom mijn poppetje met zijn hoofd naar rechts staat te kijken, maar... Nou, de situatie is veilig. We willen nu met spoed... ambulance ook deze kant op. Nou, je zult wel denken, we zitten in één keer weer in een andere melding. Ja, dat klopt. De bouwbende van GTA liep weer eens vast. En dit keer was het niet de mod, maar... verschillende soorten voertuigen bij elkaar die waar iets mis mee is, waardoor je dan citybug krijgt. Ik speel net Ghost Recon Wildlands op 4K Ultra en dat loopt als een trein en dit loopt alleen maar bout. Dus dan zal het niet aan mijn computer liggen, maar we gaan gewoon lekker door. We hebben alles weer opnieuw opgestart speciaal voor jullie. We gaan gewoon verder. Ik weet niet wat hier aan de hand is. Oh, nou ja. Kijk, dat bedoelde dus als we opnieuw opstarten zijn de wapens niet goed. Meneer, op de grond. Ik word getaserd. Je voldoet niet naar het bevel van mijn collega. Liggen, meneer. Nu. Liggen. Goed zo. Maar gaat hij nog aanhouden of niet? Wat moet ik doen? Ik ga het doen. Nou, die wordt aangehouden, niet anders voor de plicht op rechtsparaat, man. Stelen van deze bus. Wie bent u? Attention, this is dispatch. No further units required. Nou, ik denk dan even. Ja. Gaan we nog... Hè? Wat zeggen? Gaan we nog even... Oh, we gaan uiteraard weer even op het dak klimmen. Nou, we willen natuurlijk ook al die wapens niet, maar die gaan we zo even weg doen. Nou, die bus is weg. Hij wordt zo opgehaald. Daar is hij. Oh, jouwe, lekker. Hart voor weinig, nooit chagrijnig. En instappen maar. Daar gaat hij. Ja hoor. Dat is al vanaf nu het nieuwe motto van mij, hier Stefan, Prio in Gaming. Hard voor weinig, nooit zo gereinig. Nou, welkom terug. We zitten nu achter de National Offroader aan. Er zou weer een achtervolging zijn door de stad. Holy shit, is die alweer aangehouden. Ik weet niet wat het is. Ik selecteer elke keer meldingen voor jullie, zodat ik denk van een dikke achtervolging die ik ook met de Zulu doe. Maar elke keer als ik er aankom zijn al die gasten al aangehouden. Dat is een beetje saai, dus ik ga nu kijken of ik een andere kan vinden. Nou, we zijn nu op weg naar een gestolen politievoertuig. Het is natuurlijk één grote aflevering met allemaal gestolen dingen. Vraag me alleen af hoe we daar snel bij gaan komen. We gaan even snel waypoint zetten, want die grappenmaker die zit natuurlijk gewoon hier op de snelweg. Dus ik denk dat we... Ik weet niet of die eraf gaat, maar dat zien we daar wel. Dan moeten we alsnog die kant op. Dus we gaan even heel snel die kant op en dan gaan we racen voor ons leven. Want we moeten die politiewagen terugkrijgen. Die moeten we weer terug... pakken van de criminelen die hem hebben gestolen van het politiebureau. Maar die gasten die rijden zo extreem hard dat dit is voor mij gewoon niet bij te houden. Als ik me nu aan de regels zou houden die gelden voor het rijden met optische en geluidssignalen zoals het nu heet, dan kan ik ze gewoon niet bijhouden. Dat is gewoon onmogelijk. Maar gelukkig zijn wij getraind om echt extreem hard te kunnen rijden en goed te kunnen anticiperen op situaties. Dat gaan we dan ook doen. We zijn er al bijna bij, dus zo te zien is het de Touran die gejat is. De geliefde Touran. Nou, we rijden in ieder geval erachter. Eens kijken of we wat assistentie kunnen krijgen. Olympic Freeway in La Mesa. Eens kijken. Charlie 4, roger that. We're in the area. Spoedassistentie, voertuig gaat er vandoor. Klem, klem. Oh nee. We kunnen hem klem rijden. Zo, rij mijn hele auto de poeiers in. Ja, goh, rij hem vooral even de achteregoïsten. Gassen, we moeten hem inhalen.
Het is één chaos. Het wordt echt zometeen een botsing, mensen. Dames en heren, dat wordt niet normaal. Dit daar gaan we, hoor. Die twee vrachtwagens die gaan niet aan de kant. Kijk je nou of... Oh, die ene rijdt veel harder. Die maakt alles niet rijden aan de kant. Ja. Oh, ja hoor. Daar... Die, echt, die pet die is weer echt briljant bezig. Nou, en ja, we gaan er weer achteraan. Nog wat assistentie erbij. Kijk, ze zijn voornamelijk bezig met elkaar in plaats van dat daar iemand rijdt die we moeten pakken, zeg maar. Dat is weer het flamboyante van mijn collega's. Die zijn meer gefixeerd op elkaar, om elkaar van de weg af te stuiteren. Jij gaat de weg af. Holy mo. Kijk, ze gaan, joh. Oh, die klappen helemaal naar beneden. Dan gaan ze weer de weg af. Dat kan toch niet? Beuken. Ja, oh, ga er dan voor staan. Oh, en natuurlijk gaan... Wat een pannenkoek, joh. Nou, daar gaan we weer. Ik word niet goed van die gasten. Echt, als je het over incompetente politieagenten hebt, dan zijn het mijn collega's in de LSPDFR-serie. Want wat zijn die slecht? Ik moet nou echt alles uit de kast trekken, want die gasten, die moeten gewoon... Zitten er nou twee omaatjes in? Zo, boom. Dan gaan ze naar spook rijden. ET, klem. Klem. Doe dat op. Uitstappen. Er wordt getaserd. Op de grond. Liggen nu. Vuurlijn, vuurlijn. Liggen. Ruim het aangehouden voor het stelen van een politievoertuig. Ik ben niet altijd van de verplicht om recht paraat, man. Zo, dan gaan we eens even die ravage hier. Eens even fixen. Zo, de knetter. Nou. Nou, die wordt in ieder geval meegenomen. Is die andere al aangehouden? Ook ja. Nou, dan gaan we eens even die ravage hier opruimen. Nou mensen, dat was dan weer aflevering 89 LSPD voor Art bij Prio in Gaming. Vond je het leuk? Vind je even een blauw duimpje omhoog? Abonneer op mijn kanaal. Volg me ook op social media. Je kan me vinden onder Instagram en Facebook Prio in Gaming. Dank jullie wel voor het kijken. Tot morgen weer een nieuwe video.